Dit is de familie van Joop Jorna. Na 10 jaar hebben ze hun goedlopende ijssalon, IJskoud de Beste, in Noord verkocht. Oud-medewerkers en tweelingzussen Amal en Wafa hebben de boel overgenomen. Damsko volgt de familie aan het begin van een nieuw hoofdstuk. Het leven na de ijssalon. De vorige keer zagen we hoe de verkoop van de ijssalon dochter Marijke zwaar valt. Ja, mijn kindje is weg. Ik moet mijn hele leven zeg maar opnieuw gaan inrichten. Maar Joop, zoals het een drukke zakenman betaamt, is alweer op zoek naar zijn volgende project. Dat deze keer te maken heeft met zijn grootste passie. Ik denk dat op dit moment ik het meer mis dan dat hij het mist. En hij zegt dat hij zich vermaakt. Joop! En dat hij de zaak niet mist en dat hij genoeg andere dingen heeft. Met Joop. Hé Joop, waar ben je dan precies? Nou, ik zit achter die haringstal. Ja, waar dan? In het keldertje. Oh, kijk daar. Dat is Adlan. Hey. Hij is prof. Ja. Ik ben de grootste amateur. Hij probeert het me te leren. Een tafeltenniscentrum wil hij heel graag in Noord opzetten samen met Bettine Vriesekoop. En dat is eigenlijk, een tafeltenniscentrum is eigenlijk al een droom van hem van toen wij heel klein waren. Ik ga je vernederen. Ja, nee, is goed. Kuts. Ik wil gaan promoten dat oudere mensen gaan bewegen. Bewegen is goed voor het lichaam en daarom ben ik weer bezig met de tafeltennis. Wel fanatiek, hè? Ik ben super fanatiek. Echt. Je bent fanatieker dan ik ben. Ja. Maar er is bijna niemand zo fanatiek als ik. Dus, en als ik lekker in mijn vel zit en ik heb geen last van mijn armen, dan word ik ook nog veel fanatieker. En dan ga ik boven mijn... Zelf uitsterven. Ja, 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 dat is duidelijk. Is dat zoiets. Come on! Afgerond. Je werkt tegen Alzheimer. Er zijn studies over dat je dus terwijl je speelt, ontwikkel je nieuwe connecties in je brein. En dat helpt dan weer tegen Alzheimer, bijvoorbeeld. Dus ja, voor oudere mensen is het dan ook aan te raden, zou ik zeggen. Dag Boerman. Hey! Hoe gaat het? Goed. Ja? En met jou? Deze meneer is van het waspunt. Dat is de eigenaar van waar we staan te tafeltennissen. Nou, waarom loop jij nou zo snel door? Nou, jij, dat is de vrouw met de meeste capsones. Het is niet toch, ja? Het is niet. Nou, zeg. Ik woonde op de Centuurbaan, had ik mijn drukkerij. En ongeveer 200 meter in de Sint-Willem-Brodders kerk stond daar. En daarbij stond dus een gebouwtje en daar speelde het tempoteam. Die speelde daar tafeltennis. En toen ben ik daar eigenlijk naartoe gegaan, eens een keertje om te kijken. En zo is het eigenlijk begonnen. Daardoor ben ik dus eigenlijk gepakt door de tafeltennissen. Au. Oh. Dit is gewoon een vuilnisauto. Het is nog dat af en toe iemand het eruit haalt. Want het is natuurlijk dramatisch. Rondom me heen, al die mensen die staan te tafeltennissen, ze worden er een beetje met shocken van. Het heeft iets. Dus we gaan nu naar een partycentrum. Hoor je dat? Dat is van een ex-wagen van mij. Het staat nu helemaal leeg. En eigenlijk is dat mijn droom. Ah! Mijn droom is om daar te tafeltennissen. Nou, dit was dus altijd dus de feestzaal eigenlijk. Hier werden dus al die bruiloften georganiseerd. Wat was het voor 3000 man of zoiets, geloof ik, hè? 2000. 2000 man? Nou, ik maak er altijd wat meer van. Hè? Dat is natuurlijk dat is zo. Om hier te tafeltennissen, ja, dat is natuurlijk een droom. 40 tafels, maar er kunnen er nog zelfs meer staan. Want het is natuurlijk niet alleen dit, want... Kijk, nu is het afgeschermd daar, maar het zou dus heel erg mooi zijn. Kijk, hier doe je recreatie,
dat de mensen lekker kunnen spelen, die er niks van kunnen. Ja, en dan gaan we daar naartoe. Want hier, als je dus Eredivisie gaat spelen, want dat zou dan op een gegeven moment gebeuren, dan kan je nog tribunetjes neerzetten, dus dan kan je hier ook interland spelen. Nou, dit is natuurlijk iets waanzinnigs. Dit vind je niet meer. Dit kan je nergens vinden. De meeste mensen die zouden denken, nou, dan begin ik even klein, een paar tafels. En jij zegt gelijk, 40 tafels. Ja, maar kijk, als je klein begint, kost het geld. Als je groot begint, kost het ook geld, maar is eenmalig. Toen ik 30 was, toen ben ik gaan tafeltennissen. Ik vond het superleuk of zoiets. Alleen, ik denk bij mezelf, ze doen het niet goed. En waar ik tafeltennissen, was nooit geen jeugd. Nou, ik denk bij mezelf, ga nou beginnen met jeugd. Want als je jeugd hebt, dan krijg je de ouders mee. Je moet gewoon zorgen dat het zo gezellig is, dat er dus een aanloop is van mensen. Ik vind dat ze niet kunnen. En daarom wil ik het altijd zelf doen. Ik heb nou die ijszaak weggedaan. Ja, die is verpacht. Okay. Maar we maken nog het ijs. Ja, en van jou ten droom, hè? Want jij bent ook gek op tafel. En hij is, hoe heet het. Dus. Sport is daar leuk. Oh. Dat is een leuk idee. Ja. Ja. Ali is zijn vader, mijn ex-zwager. We kunnen nog steeds heel goed met elkaar opschieten. Ja, dus ik ging dus met een tante. Het was toch een tante? Ja. Hoppel ik niet meer op? Hoppel ik niet meer op? Alleen het bestemmingsplan daar is huizen. Er zitten rechtszaken op. Ja? Dus ik moet altijd kijken. Dus eerst moet ik kijken hoe gaat het met de rechtszaken. En dan gaan we kijken van hoe lang mag die hal nog gebruikt worden. Die hal, dat is voor nu even geen optie. Nee, ik moet zoeken naar een andere locatie. Dat is voor nu geen optie. Hoe gaat het heten? IJsgoud de Beste. De tafeltennisvereniging? Ja, de tafeltennisvereniging gaat eigenlijk heten Bettine Vriezekoop. Bettine Vriezekoop, IJsgoud de Beste. Is ook een hele leuke, want het is Bettine Vriezekoop, IJsgoud de Beste. Ja, je vindt er weer geen reet aan. Ik merk het weer. Het is weer zover. Jongen. De volgende keer zien we hoe de ijsfabriek nog steeds op volle toeren draait met schoonzoon Desmond. En hoe Joop, ondanks zijn plannen met het tafeltenniscentrum, toch het ijs niet los kan laten. Het stickeren, dat is natuurlijk heel belangrijk. Ik wil dus uiterlijk 1 april wil ik hem klaar hebben.